Wie jarig is, trakteert. En een traktatie in de vorm van een tweedaagse conferentie, dat is wat de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland, SJSSN, vanaf gisteren heeft gedaan. De stichting herdenkt dit jaar haar 30-jarig bestaan. Het thema van de conferentie is democratie, rechtsstaat en rechtspleging, een agenda voor de toekomst. De SJSSN is een organisatie voor en door juristen, advocaten, rechters, officieren van justitie en notarissen. Volgens SJSSN-voorzitter Roy Shamnarain wenst de stichting met het thema het belang te onderstrepen die de begrippen democratie en rechtsstaat spelen in de samenleving en de rol die de rechtspleging daarin vervult. Samantha Gajraj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, had het over kwalitatieve rechtsbijstand in de rechtsstaat Suriname en wat de orde daaraan zal doen. Dat onze keuze om als rechtsstaat verder te gaan, ook voor elk van ons, burgers en instituten, de verantwoordelijkheid met zich brengt om onze rechtsstaat leven te houden. Om het te koesteren en waarnemen met nieuwe impulsen te voeden. De Surinaamse Orde van Advocaten heeft voor de periode 2019-2022 een aantal zaken voorbereid welke de rechtsbijstand moet professionaliseren, waardoor de kwaliteit van de rechtsbijstand kan verbeteren. Het is tevens de bedoeling dat in deze periode een langetermijnvisie in zaken kwalitatieve rechtsbijstand zal worden ontwikkeld. Voormalig hoofddocent van de Universiteit van Leiden, Hugo Fernandes, heeft een presentatie gehouden over de herziening van de grondwet van 1987. Een nieuwe constitutionele agenda 2020-2022. Waarnemend president van het Hof van Justitie, Ivan Rasoel Baks, ging in op de rechtsstaat Suriname in perspectief. Rasoel Baks benadrukte echter dat er niet per se gekeken moet worden naar hoe de regels van de grondwet zijn geformuleerd, maar wat we eruit kunnen leren en hoe wij het goed kunnen uitvoeren. Ik denk inderdaad dat het laten voortduren van een grondwettelijke status, van een grondwet die als poreus kan worden gekenschetst, inderdaad hele grote risico's met zich meebrengt. Wim Voermans, een Nederlandse hoogleraar, heeft buitengewoon dit boek gepubliceerd dit jaar over de betekenis van de grondwet. En daarin zegt hij dat de kernfunctie van de grondwet is dat het duurzaamheid en structuur geeft aan het politiek systeem. Dat vraagt goede wil. Dat vraagt vertrouwen. Het vraagt een aantal eigenschappen. Geef me 10 goede bestuurders. 10 goede rechters, 10 goede wetgevers. En ik haal uit een grondwet dat dit goed geformuleerd is, het beste voor de natie. Daar gaat het om. Waarnemend president van het Hof van Justitie, Ivan Rasoel Baks, en daarvoor Hugo Fernandes, voormalig hoofddocent van de Universiteit van Leiden. Ze hebben gisteren presentaties gehouden tijdens de tweedaagse conferentie van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland, SJSSN. De conferentie is gehouden in verband met het 30-jarig bestaan van de stichting en is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica. De conferentie is vanmiddag afgesloten met een paneldiscussie.